zijn bij de praatpaal. Praat maar, vertel je verhaal maar. Praat maar, we zijn bij de praatpaal. Praat maar, dus luister maar. Laten we groeten in alle talen. Hallo, bonjour, merhaba, fouaka, wij zullen niet falen. Welkom bij Praatpaalverhalen. Ik ben Camille en ik zet heel graag hartjes op de i. Ik hou van mensen en ik hou van praten. En toen ik 6 was, vroeg ik een praatpaal voor Sinterklaas. Sta ik in ieder geval niet voor paal als ik praat. Ik geloof dat ieder mens er mag zijn. En dat er nog veel leed in de wereld is omdat niet iedereen gezien of gehoord wordt. Daarom ben ik de Rotterdamse straten opgegaan met de praatpaal. Nieuwsgierig naar de wijsheid van de Rotterdammers en voornamelijk de stem van onze kinderen en artiesten. Ik geloof namelijk dat ik zelf de verandering kan zijn in een wereld die ik graag wil zien. In deze aflevering zijn we in de wijk Feyenoord en gaan we in gesprek over praten. We zijn bij de praatpaal. Praat maar, vertel je verhaal maar. Praat maar, we zijn bij de praatpaal. Praat maar, dus luister maar. Kennen jullie mensen die niet zo goed kunnen praten? Nou, ik ken eigenlijk niemand die ik ken heeft. Hij kan niet goed praten en heeft beperkingen aan het praten en zo. En iedereen die jij kent, kan iedereen die jij kent goed luisteren? Dat wel op en niet. Nee? Dat niet. Heb je het gevoel dat soms je verhaal niet gehoord wordt? Jo, dat niet, maar ik ken een. Mijn broertje die als hij een beetje niet goed geslapen hebt, tijdens dat ik iets een tip geef of zo. Wat doe je dan? Gaat hij de hele tijd vervelende dingen zeggen. En dan heb ik het gevoel dat hij niet naar mij wil luisteren. Snel komt mijn mond. Hoe gaan we de wereld helpen? Je kunt de wereld helpen om geen meer prullenbakken ergens te zetten. Meer prullenbakken zetten? Ja. Goed, ja. Zodat mensen niet kunnen denken, oh, de prullenbak zit te ver. Ik gooi het wel op de grond. Want wordt er nu nog steeds af op de grond gegooid? Ja, ook in de zee. Te veel. In de zee? En wat kunnen we daar aan doen? Ik zat te denken om een hele grote net te doen waar de vissen net tussen passen, maar de afval niet. Dus eigenlijk eerst een groot net en alle grote afval gaat weg. En daarna dan een medium net en daarna een klein net, zodat alle vissen al weg zijn en al de afval ook weg is. Jij bent morgen de koningin van deze wereld. Wat ga je beslissen? Nou, dan zou ik beslissen dat de mensen naar buiten moeten. Elk land moet dan naar buiten op een speciale tijd. Dat ze dan naar buiten moeten en als ze 2 hele zakken vuilnis vol hadden, dan mochten ze weer naar binnen en mochten ze weer uitrusten. Wat ik als eerste zal doen is alle mensen die zwanger, baby, kinderen, die dakloos zijn, zal ik een gratis huis geven, een gratis auto en een maand lang geldloterij. Ik kom heel vaak mensen tegen die ik zeg er niks van, maar ik kom heel vaak mensen tegen met, als er ook maar iets bij hem gedaan wordt, dat ze meteen heel boos gaan doen. Mm-hmm. Heb ik af en toe ook daar niet van, maar bij het voetbal op school hebben we wel eens vechtpartijen gehad. Mm-hmm. Omdat de ene dacht het is geen overtreding, de andere dacht dus het is wel een overtreding. Daar hebben we nu les in gehad. Mm-hmm.
dat gebeurt dus ook niet meer zo vaak. Maar het gebeurt af en toe wel en dat moet je gewoon niet doen. Nou, ik kan soms ook niet goed mijn boosheid inhouden. En vroeger had ik daar echt problemen mee, toch? Ja, je bent een keertje geschorst. Ja. Echt? Ja, hij is een keertje één dag geschorst doordat hij te boos was en niet meer kan. En toen mocht ik dus ook geen drie weken lang niet meer in de klas zijn. Ja. Toen moest ik in een andere klas. Meestal dan... Dat moet wel heftig voor je geweest zijn. Ik kan nu beter onder controle houden. Hoe heb je geleerd om met je woede om te gaan? Of met emoties in het algemeen? Ik kan nog steeds wel boos worden, maar minder boos. Soms kan ik ben nog steeds één keertje echt helemaal boos geworden. Maar mijn vraag was, hoe leer je dan daarmee om te gaan? Ja, want ik vind het super dapper van jou dat jij het vertelt. Ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Ik had een dag waar ik heel boos werd. Waarom? Kinderen gingen slapen, ik weet niet, ik voelde me niet lekker in mijn vel. Toen ging ik mensen slaan, ging ik mensen pesten, ging ik ze slaan, wil ik ruzie opzoeken, ging ik huilen. Wacht even, maar dus als je niet lekker in je vel zit, dan ging je pesten? Ja, maar dat was mijn eerste keer en ik weet niet wat er toen met me gebeurde. Toen hadden de meesten me gepakt. Wat bedoel je? Rustig gepakt, naar de gang gebracht. Toen ging hij met mij praten. Toen zei hij, ik heb zulke dagen soms ook. Dat zei hij? Ja, en toen zei hij iets dat je ouder wordt of zo. Iets dat je ouder wordt, dat moet wel gebeuren. Ja, toen moest ik tegen iedereen sorry zeggen. Toen ik dat deed, toen voelde ik me weer helemaal goed en fruitig. Goed en fruitig? Ja. Wauw, dus de leraar zei tegen jou, ik heb dat ook soms, dat hij zich niet zo goed voelt. Denk je dat iedereen dat heeft? Ja, iedereen heeft wel soms een dag. Iedereen? Iedereen? Ja, iedereen. Echt iedereen? Iedereen. Dus iedereen is wel eens boos? Mhm. En echt iedereen is wel eens verdrietig? Iedereen. Ja? En bang? Ook iedereen? Zelfs de grootste helden zijn soms. Vertel, wie ben jij? Wie heb ik voor me? Ik ben Sarah. Mm-hmm. En ik ben 10 jaar oud. Mm-hmm. Ik kom uit Rotterdam. En ik woon hier al 7 jaar lang. Mm-hmm. Vroeger, toen ik klein was, toen kon ik eerst zingen. Mm-hmm. Dan praten, maar ik had mijn eigen taal, dus mijn moeder stond er niet. Ik zeg poep papa, papa poep, poepie, poekiki, kiki, koekoe, zo. Heb jij wel eens momenten gehad dat je het moeilijk vond om te zeggen hoe je je echt voelde? En wat heb je toen gedaan? Toen zei ik het maar gewoon en toen ging ik meer praten. Praten. Toen ging het zo ver door dat ik met iedereen wou praten. Mooi. Mooi. Dus dat zou je iedereen aanraden? Mm-hmm. Wat zou een leven voor jou zijn als je niet zou kunnen praten? Dan voel ik eenzaam. Mm. En dan ben ik de enige die niet praat. Hoe belangrijk is praten voor jou? Heel erg belangrijk. Vertel. Stel je van je voelt je eenzaam. En je zegt waarom heb ik geen mensen in dit huis? Waarom heb ik geen vrienden in deze land? Waarom geen in dit wijk of in deze stad? Waarom? Je hoeft geen vrienden nodig. De enige wat jij nodig hebt, is familie. Familie. En tantes en ooms, je moeder en andere mensen die goed voor je zijn. Die heb je het meeste nodig dan vrienden. En waar praat je het allerliefst over? Waar ik het allerliefst over praat is
jezelf zijn, normaal voelen en gewoon zeg het gewoon. Gewoon zelf. Voor mij is dat een hele gevoelig dat je het gewoon zegt. En wat bedoel je daarmee? Als je het zegt, dan weten er een paar personen van je leven, die jouw leven hebben gemaakt, weten dat jij je goed voelt. En als je dat niet bent, dan moet je het ook gewoon zeggen. En als je je niet goed voelt, moet je het ook zeggen? Ja. Want ik zeg altijd, je kan het beter niet onderdrukken, maar uitdrukken. Drukken, precies. Ja, toch? Maar er zijn heel veel mensen die dat niet geleerd hebben. Hoe zouden we ze kunnen helpen? Zeggen tegen hun, hey, hoe gaat het? Gaat het goed? Bij mij gaat het heel erg goed. Hey, voel je je altijd best goed? Of voel je je soms eenzaam? En dan gaan ze meer praten. Meer over hun gevoelens praten. Mm-hmm. Meer praten. Dat is de belangrijkste dat ik eigenlijk wil voor mijn medemensen. Ja, dus eigenlijk moeten we gewoon aan iedereen vragen hoe het met ze gaat. Mm-hmm. En dan echt luisteren. En wat ik ook hoor zeggen is doorvragen. En wat doet dat met jou, met iemand praten? Dat al mijn gevoelens, bijvoorbeeld mijn enge gevoelens, boze gevoelens, mijn verdrietige gevoelens gaan dan weg. Tenminste, ik word moe als ik weer aan het huilen ben. Ja. Dan ga ik slapen. Als ik wakker word, dan ben ik weer helemaal leuk en lief en dat soort dingen. Oh, dat is echt een goede tip. Die ga ik onthouden. Dus het helpt dat de tranen op zijn. Dan ga ik slapen. Dan word ik wakker de volgende dag en dan voel ik me weer goed. Mooi. En wat doe jij wel eens? Was je verdrietig ook? Nou, dan ga ik naar mijn kamer. Als ik echt tranen in mijn ogen krijg, dan ga ik met mijn hoofd in mijn kussens liggen. En dan ga ik gewoon huilen. Ik ga altijd huilen en dan heb ik nu ook geleerd om dan gewoon het te laten gaan. En dat gewoon dat er helemaal mag zijn, die tranen. En ik vind... Want ik dacht later ook van, waarom hebben we eigenlijk tranen? Misschien is het wel gewoon om schoon te maken. Je schrijft ook veel liedjes, hè? Mm-hmm. Zullen we nu een liedje over de praatpaal gewoon gaan improviseren? Ja, is goed. Ik doe maar. Oké. Ik doe maar. We doen het gewoon. Ja. Oké, fantastisch. Je hebt hier voor me staan, de KP en praatpaal. Wat is hier iedereen? Je voelt je eenzaam. Ik heb hier voor staan, de praatpaal iedereen. Hij zegt dat je dapper bent, slim bent, je bent niet eenzaam. Want je hebt de praatpaal. Want je hebt de praatpaal. Je hebt de praatpaal. Je hebt de praatpaal. Laat je zien wat je kan, want je hebt die ene stad. Ik heb geen idee hoe het er praat. Is het niet zo in mijn levende? Het is mijn praatpaal. Hij zegt dat je slim bent in het deeg. Misschien moet je ook het best doen. Misschien heb je altijd eerder zijn. Praatpaal verhalen, deel je kwalen. Soms kan je balen, maar vergeet niet te stralen. Laten we groeten in alle talen. Hallo, bonjour, merhaba, fawaka, wij zullen niet falen. Praatpaal verhalen, laten je stralen. Door je eigen verhalen van pieken en dalen. Soms kan je verdwalen, successen en falen. Opnieuw koers kan bepalen. Welkom bij Praatpaaljournaal, met vandaag het goede nieuws. Het is goed weerbericht, want het zonnetje schijnt en iedereen heeft een huis. De buurt vrolijk, ja. En leuk om te spelen. En zoals heel veel activiteiten. Delyplein, skatebaan. Bijvoorbeeld de skatebaan bij de vrouw kan je echt heel veel activiteiten ja. doen. En ze van Rotterdam, je kan ook daar activiteiten doen. Wat is het goede nieuws in deze buurt?
goede nieuws eigenlijk. Je hebt heel veel speelplekken. Het is voor kinderen een hele leuke buurt. Er zijn ook heel lieve mensen. En dat maakt de buurt gewoon lief en leuk. Alleen zijn soms rotte appels die het verpesten. Voor iedereen met pech onderweg. De Praatpaal zegt, je bent altijd op de juiste weg. Praat maar, praat maar. Praat maar, praat maar. Weer de kunst van het luisteren.